Op elke beurs zijn er wel van die games die rondzoomen, waarvan je iedereen de namen hoort noemen, die iedereen wil zien of iedereen wil spelen. Op de E3 hadden we daarvan Titanfall, dat was de absolute grote favoriet. En dit keer is dat eigenlijk weer een van de favorieten. En waar we hem op de E3 alleen maar hebben kunnen zien, heb ik hem dit keer ook kunnen spelen. Damn, this guy's nice. You know him or something? Yeah, Barker was my wingman in the Titan Wars. I'm gonna kick all your asses. It may not look like much, but trust me, we're gonna need him. He's a hell of a pilot. Nou, als je dus gaat spelen, dan maak je een keuze tussen twee facties. Je hebt de IMC en je hebt de M-Corps. En dan kies je uit een Assault Pilot, eigenlijk voetsoldaat, en een Titan. Je kunt dus kiezen hoe je je soldaat uit wil rusten en je kunt kiezen hoe je je Titan uit kunt rusten. In deze fase zijn er nog een soort prefab soorten voor gemaakt. Je hebt een soort 3 classes voor zowel de Titan als de Assault Pilot. Maar ik heb begrepen dat dat in de uiteindelijke game niet zo zal zijn. En dat je vooraf eigenlijk heel veel keuzevrijheid hebt. En precies je Assault Pilot of je Titan zo kan samenstellen als je zelf wil. De map die we speelden, daar zat dus een soort missie in. En die missie was in mijn geval dat mijn team een of andere verdwaalde piloot moest redden. Nou heeft mijn team gewonnen. Ik heb behoorlijk wat Assault Pilots doodgeschoten en ik heb ook behoorlijk wat Titans doodgeschoten. En mijn team heeft dus gewonnen, maar hoe dat nou precies met die pilot is afgelopen, ik heb geen idee. We schijnen hem gered te hebben, maar het is totaal aan mij voorbij gegaan. Dus ja, dat hele verhalende kant van de game, die blijft een beetje, ja, dat gaat een beetje verloren en dat is toch wel jammer. Maar goed, ja, ondanks dat, ik vond het heerlijk om te spelen. Ik heb me op PC gespeeld en je kon daarbij kiezen of je speelde met muis en toetsenbord of met controller. Mocht je dat kiezen om met controller te spelen, dan zul je merken dat er iets van aim assist is ingebouwd. Dat is uiteraard niet zo met muis en toetsenbord. Maar toch had ik sterk de indruk dat je met muis en toetsenbord sterk in het voordeel bent. Want ik was verdacht succesvol, laat ik het zo zeggen. Maar wat het belangrijkste was, het speelde echt als een zonnetje. En ik moest heel erg terugdenken aan de tijden van Quake 3 vooral. Ik heb erg veel gespeeld en ik was bij Quake 3 erg... fan van de snelheid van de game. En dat is precies wat je in Titanfall terug ziet komen. Het speelt echt allemaal op een razend tempo. En vooral ja, een beetje close quarters. Je hebt een beetje datzelfde gevoel als bij Quake. De vijanden zijn dichtbij. De strijd is echt in your face. Maar goed, er zijn natuurlijk ook best verschillen met Quake. Quake is gewoon oud en we leven nu in 2013. Het grootste verschil is dat je met name als Assault Pilot wat meer opties hebt. Je kunt rennen langs de muren, daarmee een soort momenten maken die je meeneemt in de sprong daarna. En wat je ook hebt is een double jump, net als in Unreal Tournament ooit. Dus je kunt als Assault Pilot echt behoorlijk snel hoogte winnen. En daar is de omgeving ook op aangepast. Dus je hebt erg veel gebouwen die 2, 3 verdiepingen hoog zijn. En die hoogte is niet voor niks gekozen, want dat is precies de hoogte van de gemiddelde Titan in de game. Dus je kunt, als je op hoogte bent, kun je vrij makkelijk bovenop een Titan springen. Of hem van bovenaf bestoken als het een vijandelijke Titan is. Trouwens ook je eigen Titan kun je bovenop springen, wat best handig is, want dan kun je een stukje meeliften. En het bovenop een vijandelijke Titan springen is handig, want elke Titan heeft achterin zijn hoofd, laten we het zo maar even noemen, een klepje waarmee je hem eigenlijk heel snel en heel effectief uit kunt schakelen. Maar goed, er blijven toch nog wel wat vraagtekens over wat Titanfall betreft, want er zit dus een soort progressiesysteem in de game. Terwijl we aan het spelen waren, heb ik level 2 bereikt. Het was niet helemaal duidelijk wat ik daarmee kon helaas. Wat wel duidelijk is, gelukkig, is dat je dat niet tijdens het potje hoeft te beslissen. Pas als je gewonnen hebt, dan krijg je een overzichtsscherm waarbij je kunt zien wat je met die upgrades kan. Alleen dat zit op dit moment nog niet in de game, dus ik kan er helaas nog niet over, al te veel over vertellen. En weer, ik heb dus even zitten praten met iemand van Respawn Entertainment en ook die kon er eigenlijk niet zoveel over vertellen. Want eigenlijk is dat nog een punt van de game waar op dit moment aan gewerkt wordt. Wat wel duidelijk is, er zijn verschillende game modes. Je hebt dus een soort multiplayer campaign waar dat verhalende element in zit, wat dus ja, helaas nog niet helemaal duidelijk is. Maar je hebt ook dingen als skirmish, deathmatch, dat soort traditionele game modes waarin je met dat verhalende element eigenlijk helemaal niks te maken hebt. Engaging guard mode. Hey, look at your map. You're close to Hardpoint Charlie. It's in that building. Maar goed, wat ik al zei, Titanfall is dus een heerlijke, snelle, fast-paced shooter met constant actie, actie, actie. Je hebt vaak helemaal niet door wat er gebeurt om je heen, maar blijf gewoon knallen, knallen, knallen. En daar zit toch ook wel een beetje een vraagteken bij wat mij betreft. Want het is natuurlijk een team-based shooter, dus je zou verwachten dat er ruimte is voor wat meer tactiek. En in de potjes die ik gespeeld heb, dat komt misschien omdat ik met wildvreemden om me heen speelde, is die tactiek een beetje verloren gegaan. En dat is misschien toch een beetje jammer. Aan de andere kant, ik hou heel erg van dat soort fast-paced shooters, à la Quake 3 vroeger. Dus aan mij is het heel erg besteed. En hoewel ik dat van tevoren niet helemaal verwacht had, is Titanfall wel heel erg mijn game van de show geworden.